Ja, en zo staan we inmiddels in het regenachtige Delden, maar wel bij een beachbar. Regen en een beachbar, dat gaat niet helemaal goed samen, denk ik. Ja, we hebben 12 weken mooi weer gehad, dus we waren volle hoop. Maar ja, goed, het is even niet anders, maar dat mag de pret niet drukken. Dus we maken er vanmiddag hebben we alles naar binnen heen geschoven. De kinderen zijn allemaal huisjes aan het verven. En die huisjes komen straks allemaal bij iedereen in de tuin te staan. Dus elk jaar met burendag heeft iedereen zijn eigen huisje in de tuin. En vanavond met de grote mensen een beachparty. Want eigenlijk is het dus echt iets wat jaarlijks terugkeert. Dit doen we ieder jaar, ja. En wat voor wijk is het nou in Delden? Dit is de beste achterstandsweek van Delden, zoals je ziet. Nee, het is echt de gezelligste straat van Delden. Iedereen is ongelooflijk fanatiek. Iedereen doet altijd heel leuk mee. En ik durf echt wel te zeggen dat dit de leukste straat van Delden is. Ja, en nu is het nieuwbouw, als ik het zo zie. Ook nog veel nieuwe bewoners, elke keer mensen die verhuizen. Ja, we hebben nou net weer 2 nieuwe buren. Die komen vanavond voor het eerst. En die zijn er voor het eerst bij. En het wisselt nog wel eens een keer, hè. Zoals in een jonge week gebeurt. Verandert nog wel eens een keer iets. Maar is altijd gezellig. Is dit dan een unicum dat jullie 1 keer in het jaar samenkomen of doen jullie wel meer samen? Nee, we hebben straks weer de jaarlijkse burendag. Dan gaan we naar het Oktoberfest of een bierfeest of wat anders. Dat doen we met de buurmannen. De dames doen altijd wat leuks met elkaar. We hebben 1 keer in het jaar met z'n allen een barbecue. Dus een als iets beter weet is. Toen was het heel mooi weer. Dus we organiseren eigenlijk 4-5 keer per jaar wat met de buren. Ja, en heel spontaan. Ja, wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Zeg maar. Kan je het vertellen? Op het springkussen geweest, maar nu niet, want nu is die af, want het regende heel hard. En nu maken jullie allemaal huisjes? Ja, we zijn allemaal huisjes aan het maken. Die komen straks daar in alle straten, in alle tuinen te staan. En, heel gezellig vandaag. Ja, heel erg gezellig. Ja, en al plannen voor volgend jaar voor de nieuwe burendag? Ja, iedereen vanavond, als het heel laat is, dan worden weer loodjes getrokken voor de buren die het vorig jaar mogen organiseren. Dus dan gaan we gewoon alles weer opnieuw doen. En dan mogen andere buren dat doen, om zijn beurt elk jaar.